gloednieuw bij BNR. Van alle markten thuis. De gezelligste economiepodcast van Nederland. Ho, ho. Gezelligheid. Weg ermee. De realiteit. Daar gaat het om. Kees, begin je nou al met mopperen? Oud-collega's Kees de Kort en Robert de Boek fileren alle economische zaken. Als de Waldorf en Stedtler van de Finfluencers. Abonneer je nu via je favoriete podcast-app. Nog 9 dagen en dan zijn de verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt. Luister en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, maandag 13 november, een nieuwe werkweek en het is bitterkoud buiten. Hele goedemorgen, namens Iwan van Rips, zit naast me. Ja, goedemorgen Bas. We gaan 20 minuten nieuws met je doornemen volgens mij. Laten we dat doen. Zullen we dat maar eens gaan doen? We gaan zo meteen kijken naar Israël en Gaza, de laatste ontwikkelingen daar. En ja, het is niet prettig, maar de nood in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza wordt steeds hoger. En gevechten tussen Libanon en Israël worden steeds heftiger. Ja, en de campagne is losgebarsten met nog iets meer dan een week te gaan. Met politiek verslaggever Leonard Beekman praten we je helemaal bij. Dat en meer de komende 20 minuten. Inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. Maar die vliegende start, zoals we zeiden, die begint vandaag in Israël. Want het is hoge nood in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. We gaan de ontwikkelingen in de oorlog bespreken met onze correspondent in Israël, Tel Aviv, om precies te zijn, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst, er zijn veel ziekenhuizen in Gaza. De situatie daar, afgelopen weekend was er tekort aan stroom. We hoorden ook vreselijke berichten van hospitaals waar kindertjes overleden omdat er geen couveuses meer kunnen worden gestart. Hoe staat het erbij? Inderdaad, de twee grootste ziekenhuizen van Gaza, Al-Quds en het Al-Shifa Hospitaal, die zijn eigenlijk gestopt met functioneren. Ja. Terwijl dat er in het Al-Shifa Hospitaal nog 500 tot 600 patiënten liggen, waaronder dus 37 couveuse baby's, waarvan de couveuses niet meer werken. Hm. Die baby's zijn in doeken gewikkeld en ze proberen ze warm te houden. Israël heeft gezegd te helpen met de evacuatie van die baby's, maar dat is nog niet gebeurd. Ze hebben dus een brandstoftekort, maar Israël zegt dus gisteravond, of 24 uur geleden, 300 liter benzine te hebben achtergelaten bij het ziekenhuis. Maar dat werd door Hamas tegengehouden. Maar de doktoren in het ziekenhuis zeggen van ja, zelfs als we die 300 liter hadden gehad, dat is genoeg om een half uurtje dat ziekenhuis draaiende te houden. En dan wordt gevolgd, hè, rond die ziekenhuizen? Er wordt flink gevochten rondom het ziekenhuis, rondom de verschillende ziekenhuizen in Gazastad. Mm. En Amerika heeft afgelopen nacht al gewaarschuwd van wij willen niet dat die gevechten zich naar het complex van het ziekenhuis verplaatsen. Maar het ziet er wel naar uit dat het die kant op gaat. Tja, het Israëlisch leger zegt ja, er verschuilen zich allerlei Hamas-strijders. Zou dat inderdaad kunnen dat die zich onder het ziekenhuispersoneel of misschien ondergronds daar bevinden in tunnels? Dat verhaal dat hoorde ik al jaren geleden in Gaza, dat inderdaad daar het commandocentrum van Hamas onder zit. Hm. Maar ongetwijfeld zullen die tunnels weer verbonden zijn met andere plekken tunnel in Gaza. Dus zelfs als ze daar zouden hebben gezeten, dan zullen ze waarschijnlijk weg zijn op het moment dat Israël daar binnentrekt. Ja. En dan, Ralf, horen we ook dat de aanvallen intensiveren tussen Israël en Libanon. Klopt dat? Ja, het is bijna al geen. Het waren altijd schermutselingen aan de grens. Maar inmiddels vuren beide partijen zo'n 40 kilometer diep raketten en andere wapen af op beide landen. Dus dat escaleert flink. En Israël waarschuwt dat ze plannen hebben voor een krachtig antwoord mocht het zo verder gaan. Ja, het kan dus de komende dagen erg heftiger worden. Inderdaad, en Amerika heeft afgelopen nacht ook weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse posities in Syrië. Als reactie op aanvallen van pro-Iraanse milities op Amerikaanse legerbasis. Ook daar escaleert het verder. Ja, toch ook weer een beetje goed nieuws, want de tweede groep Nederlanders heeft Gaza verlaten, begrijp ik. Zes Nederlanders hebben gisteren Gaza verlaten. Er zouden er nog 18 achterblijven. Sowieso waren er gisteren meer dan 800 buitenlanders hebben de Gazastrook verlaten. En de verwachting is dat vandaag ook weer meer wordt. En vandaag moet er ook een schip aanmeren aan de Egyptische zijde van de grens. Een Frans schip dat gewonden moet gaan verzorgen die vanuit Gaza naar Egypte worden overgebracht. Ja, en tenslotte, Rolf, jij hebt een speech gehoord van Netanyahu. Die vond je opvallend. Wat zat er opvallends in?
Hij gaat eigenlijk rechtstreeks in tegen de Amerikanen, die natuurlijk altijd achter Israël stonden. Ja. Het gaat vooral over de toekomst van Gaza. Daarin ziet Netanyahu geen rol weggelegd voor de Palestijnse autoriteit, die nu de basis over de Westelijke Jordaanoever. En daar is nu net waar de Amerikanen op inzetten, dat Abbas, president Abbas, in de toekomst zorg gaat dragen voor ook de Gazastrook. Dankjewel, correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Dan naar die andere oorlog, iets meer bij ons in de buurt. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn inwoners gewaarschuwd voor aanvallen op de energieinfrastructuur in dat land de komende winter. Die waarschuwing kwam in zijn dagelijkse videoboodschap gisteravond laat en kwam ook vooral één dag nadat Russische troepen weer een raketaanval op Kiev hadden uitgevoerd, voor het eerst in zo'n 7 weken tijd. En dus zegt Zelensky, ja, maak je op voor droneaanvallen, voor raketaanvallen op onze kritische infrastructuur, net als vorige winter. Een aanvalscampagne zou al bezig kunnen zijn, want volgens de Oekraïners zijn er al tientallen aanvallen op de infrastructuur geweest de afgelopen weken, dagen. Het verschil is natuurlijk wel dat de luchtverdediging in Oekraïne nu een stuk beter is dan een jaar geleden. Volgens de Oekraïense minister voor Energie is het land goed voorbereid op de winter, als het gaat om de energievoorziening, de energievoorraad ook. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van aanvallen van Russische zijde en of die wel of niet succesvol zijn. Het was bijna paniek. Dan hadden we de komende feestdagen ons moeten redden zonder een lekker bubbeltje uit de champagne. Maar gelukkig, dankzij het vliegensvlug en razend effectief ingrijpen van de Franse gendarmerie, is erger voorkomen. Hoe dat precies zit, hoor je over een minuut of 10. Ochtendnieuws. Nog iets meer dan een week te gaan, dan staan we in de stembus, Iwan. Ja, nog 9 dagen om precies te zijn, ja. Nou, de campagne is echt los, want politiek verslaggever Lena Beekman, daarmee gaan we de meest opvallende momenten van afgelopen weekend doornemen, want er waren nogal debatten. Doet het er dan toe wie de premier wordt, is een vraag. En heeft het kabinet Rutte 4 echt niets voor het klimaat gedaan? En was een RTL-debat zonder Timmermans en Omtzigt toch nog het kijken waard? Nou, we gaan beginnen met die eerste vraag. Doet het er toe wie de premier wordt? Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, is dat inderdaad een onbelangrijk verhaal? Althans, wilde men dat zo laten blijven? Ja, Pieter Omtzigt wel. Die zegt, ja, het is eigenlijk niet belangrijk wie er premier wordt. Dat zei zaterdag bij Nieuwsuur. In het Nederlandse staatsbestel is die minister-president helemaal niet zo belangrijk. Het is een eerste onder de gelijken. Ja, op papier misschien, maar kijk naar de werkelijkheid. Ja, en dat is nou precies waar het mis is gegaan. Wij zijn de afgelopen 2 jaar bestuurd vanuit het torentje. Afgelopen 12 jaar, of vanuit het Katshuis. En het Katshuis is nog problematischer, omdat daar hij gewoon een paar ministers uitnodigt en dan besluiten nam over corona. Ja, de primus inter pares, normaal gesproken niks aan de hand, zegt de Omtzigt. Maar ja, alleen Rutte was anders. Ja, maar natuurlijk doet het er wel toe wie premier is. Alleen al als je kijkt naar Europa, waar de premier toch echt een belangrijke rol speelt. En laten we niet vergeten dat het Omtzigt zelf is die om, nou ja, niet elk wisselwasje, maar in ieder geval wel heel vaak de minister-premier naar de Tweede Kamer wil hebben om tekst en uitleg te vragen. Dus zelf heeft hij hem ook wel belangrijk gemaakt. Ja, zeker. Waarom kiest hij voor deze strategie? Klinkt toch een beetje als boter op het hoofd. Nou ja, hij wil de vraag natuurlijk niet beantwoorden. Ja. Wie wordt er minister-president bij een nieuw sociaal contract? Ja, en op deze manier is hij toch het allemaal wat minder relevant aan het maken. Ook de vraag, ja, het blijft toch bij zijn besluiteloosheid. Hij downplayt de hele zaak zo'n beetje. Ja, ja. Dan, ja, ik zei het al eventjes, Timmermans en Omtzigt niet bij het RTL-debat. Maar het is niet zo dat ze dan meteen van de buis verdwenen zijn. Want Timmermans die zat gisteren bij WNL, Wakker Nederland. Wat viel jou daarop? Ja, de leider van GroenLinks Partij van de Arbeid zet klimaat natuurlijk op 1. En hij koos ervoor om de aanval in te zetten op de leider van D66, Rob Jetten. Rob Jetten heeft onderdeel uitgemaakt van een kabinet dat gewoon niets heeft gedaan. We staan in Nederland al 1000 dagen stil. Dat is, hè? Niet waar. Sinds de val van Rutte 3 hebben ze elkaar bezig gehouden, maar is er in het land niet veel. Sorry, maar het planbureau zegt nu dat we met de huidige maatregelen zelfs de doelen kunnen halen, dus dat er niets is gebeurd. Is dat waar? Nee. Dat klopt, maar dat is niet gebeurd in het huidige kabinet. Die hebben veel ruzie met elkaar gemaakt, maar geen stappen vooruit gezet. Ja, Rick Niemann vertegenwoordigt even de stem van Rob Jetten, geloof ik. Als ik het goed heb, Leendert. Ja, maar wel opvallend dat PvdA GroenLinks, waarvan je zou zeggen, van, nou, die zitten redelijk dicht tegen D66 aan, gewoon vol de aanval opent. Ja, zeker. En ook nu zeggen dat er niets gebeurd is. Ja. Dat zal voor een hoop Nederlanders toch
als deze een hele rare uitspraak in de oren klinken. Want er is 35 miljard vrijgespeeld voor klimaat. Volgens de planbureaus zit Jette met al zijn ideeën op de goede weg om die klimaatdoelen te gaan halen. Ja, en Bontebal sprak van het CDA, sprak zondagmiddag, want daar was Timmermans ook bij de Telegraaf. Daar mochten ze een voorpagina gaan maken, hem daar direct op aan. Wat je zegt over het klimaatbeleid van de afgelopen 2,5 jaar, dat klopt echt niet. Er is heel hard gewerkt, heel veel gedaan. Op een aantal onderwerpen is er wel discussie geweest in het kabinet. Maar als er één onderwerp is geweest waar we juist stap hebben gezet en steeds bij elkaar zijn gekomen, was het klimaat. Je kan toch niet ontkennen dat het op stikstof hartstikke vast is gelopen. Dat is ook klimaat. Dat is ook klimaat, of niet? Nee, milieu, stikstof. Jee, ja, precies. Ja. En dat zeg je heel goed, Iwan. En dat is eigenlijk gewoon een blunder. Als je klimaat en natuur door elkaar gaat halen, oftewel het klimaat- en het stikstofbeleid, je wil op deze manier nog je punt maken, maar het lukt hem echt niet, Timmermans. Nee, maar hij zit ook niet zo goed op het dossier natuurlijk, hè, als oud-eurocommissaris. Dat gebied. Nee, precies, Bas. Nee, het is echt... Oké. Ik zei het al even. Het weekend werd afgesloten met dat RTL-debat. Met weglating van Omtzigt en Timmermans. Werden ze gemist? Nou, het ging er wel direct over. Ja? En Timmermans hebben we nog uiteindelijk teruggezien. In een reclameblok. En dat was toch wel apart. Ja. Want dan denk je, dan gaat GroenLinks Partij van de Arbeid, laatste lijsttrekker, niet aan tafel zitten. Nee. Maar gaat vervolgens wel geld uitgeven om hem te laten zien in een reclameblok. Ja, dat was echt een beetje een rare vertoning, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Wie waren er eigenlijk allemaal? Welke partijen? VVD, D66, Partij voor de Dieren, SP, PVV en BBB. En het was toch ook... Lennart, nu valt het horen. De lijf viel even weg. Was, heb ik alle namen? Je hebt alle namen genoemd, maar het ontbrak mij. Bijvoorbeeld aan Harry Bontebal, CDA, die was er niet bij. Ja, en dat is toch wel, want vorige week hadden we al het debat met de drie koplopers. Daar was geen CDA bij, dat is natuurlijk niet gek. Nee. Nu een debat met één koploper en vijf andere partijen. Ook in de peiling kleine partijen, zoals de SP. En dan mis je het CDA toch wel. Niet per se dat geluid, maar het idee dat zelfs bij het B-debat, zullen we maar even zeggen, waar ook de kleinere mochten aanschuiven, het CDA nog steeds niet aanschuift. Ja, dat is wel een beetje wennen. Ja. Ging het nog ergens over, dit debat? Ja, het ging over hele grote thema's. Het ging over wonen, het ging over zorg en het ging over de stijgende prijzen. Ja. Eigenlijk ook wel lekker voor linkse partijen om over te praten. Het zijn grote thema's van deze tijd. En het voordeel is dat alle partijen het erover eens waren dat er een probleem is. En dat is wel eens anders, hè. Als het over migratie gaat, of over klimaat, of over stikstof, dan wordt er vooral gesproken over, is het probleem er eigenlijk wel? Maar nu konden ze naar de oplossingen toe. Ja. En we hebben heel veel verschillende meningen gehoord. Mm-hmm. Het was eigenlijk wel, vond ik, een verfrissend debat wat dat betreft. Ja, maar inderdaad, het gaat heel duidelijk om keuzes van betaalbaarheid, hè, in de aanpak van die grote thema's. En je zegt al even, de linkse partijen zullen hier garen bij gesponnen hebben, omdat ze dan kunnen zeggen, die thema's, we moeten dat afwentelen op de vermogende burger en op grote ondernemingen. Dat is het mantra. En dan is, denk ik, de VVD de enige die zegt, nee, we moeten gewoon eens bezuinigen op die overheidsuitgaven. Hè? Ja, als je toch even een clashje eruit pakt, dat was tussen Jette en Jezilgus. Zijn botste duidelijk over de lastenverdeling. Ja. Waarbij Jette zei van, u doet eigenlijk te weinig. U zegt op te komen voor die gewone man, maar u doet dat niet. Waarop Jessica zei van, u wilt de lasten wel verlichten in schijf 1, hè, zoals wij dat dan noemen, in de eerste belastingschijf. Maar waar legt u de rekening zo meteen neer? Bij de vermogenden en bij het bedrijfsleven. En dat verhaal moet u ook vertellen. Nou, dus wat dat betreft wel een dingetje. En dan kan je zeggen, Timmermans met een reclametje tussendoor, hij heeft toch mooi geagendeerd met zijn GroenLinks PvdA. Ja, het was in ieder geval... Hij schitterde in afwezigheid. Ja, precies. Nog meer dan Omtzigt. En wat van Omtzigt weten we wel, dat hij af en toe debatten overslaat. Maar zeker omdat GroenLinks Partij van de Arbeid in
veel peilingen nu aan het wegzakken is, zou je zeggen, was het ideale podium om zichzelf te profileren. Maar ze hebben er niet voor gekozen, Bas. Nee, jammer. Volgens mij is dat toch echt een gemiste kans geweest. Je noemde de Telegraaf al even, dat traditionele initiatief waarbij die partijen een eigen voorpagina mogen maken. Hij lag vanochtend hier op de mat. Heb jij hem al gezien of nog niet? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Wat staat nou, er ja, op? BBB heeft een kop. De Wolf heeft in Nederland niks te zoeken. Als een soort nieuwsartikel. D66 opent met een soort cartooneske foto van Rob Jetten als superheld. Chocoladeletters bij de PVV asielstop. En daar komen ook Noortje en Pluisje tevoorschijn. Dat zijn de katten van Geert Wilders. Die staan ook op de lijst blijkbaar. En de VVD pakt uit met op werkbezoek bij Macron. Dat gaat natuurlijk over Dylan Jezus, die laatst in Parijs was. Om daar ja, toch presidentieel te laten zien dat zij ook helemaal klaar is voor de topjob. Dus dat is een beetje wat die verkiezingskrant vandaag doet. Ledert, wat staat er op de agenda vandaag? Kort. Ja, je kan kort. Je kan veel debatjes volgen. Zeker als je nog tijd hebt om op pad te gaan. Er is vandaag het Vrouwenbladerdebat in Den Haag gepresenteerd door onze onverprezen presentator Diana Matroos. We kunnen naar het grote zorgdebat in Utrecht. Toch een belangrijk thema. Wordt in mijn ogen een beetje te weinig over gesproken. Dus misschien daarover morgenochtend meer. En de lijsttrekkers, de Rotterdamse, niet de lijsttrekkers, maar de Rotterdamse politici gaan in Rotterdam uiteraard met elkaar in debat bij het AD 010 debat. En vanavond Jette bij Nieuwsuur. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman. We zitten in het staartje van het cijferseizoen. Vandaag Alfen en Egon. Je hoort Jochem Visser van BNR Beurs. De wereld gaat elektrisch rijden. Daar zijn laadpalen voor nodig. En dus koop ik aandelen van Alfen. Zo simpel kan beleggen zijn, denk je. En Warempel, dat werkt een tijdje best prima. Maar Alfen helpt je inmiddels uit de droom. Het bedrijf zag de winst met 60% dalen in de eerste helft van dit jaar. De voorraden puilen uit, bodemprijzen trekken de winst omlaag. En tja, die batterijdivisie die groeit wel hard, maar de toekomst is er gewoon nog niet. Beleggers zijn dus benieuwd of Alfen in het voorgaande kwartaal maatregelen heeft genomen. Zodat het de toekomst met een volle batterij tegemoet kan zien. Egon bekijkt de toekomst tegenwoordig vanuit Bermuda. Maar waar je juridische zetel ook zit, beleggers willen winst zien. Dat gaat prima in de Verenigde Staten, waar de omzet flink groeide dit jaar. Dat is dan verzekeren. Maar Egon heeft ook erg veel obligaties in het vermogensbeheer zitten. En die leiden flink onder de gestegen rente. Egon gaat dus kosten besparen op vermogensbeheer en lekker doordraaien met het schrijven van polissen. En beleggers willen graag zien of de omzetgroei in het derde kwartaal ook doorzet. En dat was Jochem Visser. Elke werkdag een nieuwe aflevering van BNR Beurs 's avonds om 6:30 en direct daarna te vinden in de BNR-app. En op de drie Nederlandse MKB-ondernemers overwogen afgelopen jaar zijn bedrijf te verkopen. En datzelfde percentage geldt voor ondernemers die een ander bedrijf willen kopen. Dat is lekker, hè, dat die markt een beetje met elkaar in evenwicht zijn. Ja, blijkt uit de nieuwe driemaandelijkse Europese overnamemonitor van Marktlink. Praten we over met Tim van der Meer en die is partner bij Marktlink. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ondanks de vele crises, onrust in de wereld, geopolitieke onzekerheid, rentestanden, inflatie, noem maar op, zijn er nog steeds ondernemers die denken, het glas is gewoon half vol. Punt. Dat is fijn, hè? Ja, ja. Dat is absoluut wat hieruit naar voren komt. En eigenlijk verwachten we om die reden ook, want het is echt wel weer een behoorlijk positief nieuws. We verwachten daarom ook eigenlijk wel een echte verkoopgolf voor het komende jaar. Dat zien we zelf ook in onze opdrachtenportefeuille. Die is verdubbeld in een jaar tijd. En na eigenlijk een relatief rustig begin van dit jaar verwachten we eigenlijk dit jaar nog tientallen overname transacties af te ronden. Dus ja, absoluut positief nieuws. Ondernemers hebben er kennelijk zin in en wat meer vertrouwen in. Ja, en dat is toch een beetje gek. Want je zou inderdaad zeggen, in die tijdsgevricht, je hoort ook heel veel mensen denken, nou, gaat misschien niet zo goed, laat ik het nou niet doen. Maar toch een derde is nog steeds geïnteresseerd om te kopen. Ja, klopt. En het wordt dus meer, hè? Dat is het punt. Is dit nou, als je kijkt naar tussen aanhalingstekens normale jaren, meneer Van der Meer, meer geworden, die 30% of minder? Dat is licht meer. Mm-hmm. En wij denken dat dat eigenlijk twee redenen heeft. We zien dat het twee redenen heeft. Mm-hmm. Enerzijds defensief, hè? Je ziet toch wel een stijgende leeftijd van een ondernemersgroep die op een gegeven moment toch een keer de waarde van zijn bedrijf wil verzilveren. Ja. Maar ook eigenlijk een offensieve reden. En dat is dat je eigenlijk door de goed gevulde zakken nog steeds van private equity, zie je ook veel ondernemers die een deel van hun bedrijf willen verkopen. Ja. Om vervolgens weer overnames te doen met zo'n investeren. En beide groepen zie je eigenlijk stijgen in de afgelopen tijd. Dat is mooi. Is dat een trend ook waarvan jullie verwachten dat die zich door gaat zetten? Ja, dat zien we. We zien nog steeds eigenlijk een historisch hoog percentage geld geallockeerd aan private equity. Ja.
Dus dat betekent eigenlijk dat de outlook voor de komende jaren gewoon goed is en goed blijft. Mm-hmm. We zien de rente stabiliseren. Ja. Dat is eigenlijk ook goed nieuws. In ieder geval weer wat vertrouwen op de overnamemarkt. Mm-hmm. Toegang tot kapitaal is daardoor redelijk goed. Ja. En dat in combinatie eigenlijk met zowel die offensieve als defensieve factoren zien we eigenlijk voor de komende tijd een stabiele, goed groeiende overnamemarkt in het MKB. Ja, en het leukste is natuurlijk, het geld klotst tegen de plint, hè, bij die IPE-clubs. Ja, dat blijft zo. Wel. Altijd fijn, ja. Dank. Ja. Tim van der Meer, partner bij Martlink. We gaan naar de krant, Iwan. In de Telegraaf, twee spot tussen klimaatactivisten bij de Klimaatmars in Amsterdam. Gisteren ontstond onenigheid tussen demonstranten over de vraag of de oorlog in Gaza bij klimaatrechtvaardigheid hoort. 85.000 mensen liepen mee tijdens de mars, waaronder de bekende klimaatactiviste Greta Thunberg. Ja, die de microfoon verloren aan een van de demonstranten. Die zei, jongens, dit is geen politieke rally, het gaat hier om klimaat. Oké. Okay. In de Financiële Telegraaf, Alphen. Nou, boeklage resultaat bij de recordomzet over het derde kwartaal. Ze verkopen laadpalen, ze komen met de cijfers. Nou, het gaat allemaal niet zo heel lekker, hoor. Laadpaaltechnisch, zou ik maar zeggen. En ook in die krant, druk, druk, druk. 1 op de 5 werknemers is gestrest. Het aantal mensen dat uitvalt als gevolg van drukte en stress op het werk stijgt nog steeds, meldt TNO. 1,6 miljoen werknemers geven aan dat ze last hebben van burn-out-klachten. Vorig jaar waren dat er nog 1,3 miljoen. En dus zeggen ze, we moeten iets doen als we niet willen dat 1 op de 3 Nederlanders over 1 jaar of 7 uitgeblust thuis op de bank zit. Nou, hadden we het al eventjes over overnames door equity clubs. DM Equity Partners, dat is de investeringsclub van keukenondernemer Ben Mandemakers, heeft de meerderheid van e-bike fabrikant Stella naar zich toegetrokken. Jazeker, onder leiding van de nieuwe CEO Albert de Boer werkt het bedrijf aan een tweede reorganisatie, zegt vandaag het Financieel Dagblad. En dan bijna, Iwan, was Oud en Nieuw 2023 uitgedraaid op een kleine ramp. Hoezo? Nou, dankzij het razendsnelle, effectieve en vliegend vlug ingrijpen van de Franse gendarmerie kunnen we de kurken laten knallen op Oudjaarsnacht. Waarom? Dieven in Reims die pikten afgelopen zaterdag 2 tot de nok toe met flessen champagne gevulde trucks uit een depot bij champagnehoofdstad Reims. De krant Le Parisien zegt dat het gaat om spuitwijn van het beroemde merk Moët en Chandon. Dat is een onderdeel van LVMH, het concern van Bernard Arnault, waar het de laatste tijd al een beetje moeilijk mee gaat. En dan ook nog 2 trucks met 600.000 euro aan champagne kwijt. Maar gelukkig waren beide trucks uitgerust met volgapparatuur en kon de politie in een snelle achtervolging over de snelweg A4 tussen Reims en Parijs auto's klemrijden. De eerste truck die wild slingerde, die werd door 2 politieagenten door 2 politieauto's klemgereden. Mm-hmm. En toch de chauffeur wist te ontkomen door in de snelle volgauto te springen die achter dat konvooi aanreed. Okay. Ja, andere truck werd later zonder bestuurder aangetroffen. En dan denk je, slingerend met 150 over de snelweg. Die hebben een paar flessen opengetrokken. Ja, nou, dat gaat hem niet helemaal goed. Zeker niet met champagne, want de kurken schieten dwars door het dak heen. Maar nee, gelukkig, alle flessen intact, ongedeerd terug. Zij het een beetje geschud, maar toch, ik zou, als ik politieagent was geweest, hebben gedacht, weet je wat, we maken er 2 op om die te vieren. Proost. De wolf doet iets geks met ons, verdeelt ons in voor- en tegenstanders, zoals weinig andere dieren doen. In De Kwestie Wolf onderzoek ik, Mark Beekhuis, 5 verschillende manieren om naar de wolf te kijken. Zoek hem op in je podcast-app. De Kwestie Wolf wordt mede mogelijk gemaakt door interprovinciaal overleg. Van, voor en door provincies.